Hey, welkom VWO-leerlingen bij een nieuwe historische context. De historische context over de verlichting, de verlichting in theorie en praktijk. En die verlichting is een kenmerkt aspect uit tijdvak 7, maar we beginnen iets eerder in tijdvak 6 met het kenmerkt aspect van de wetenschappelijke revolutie. Want dat heeft namelijk alles met die verlichting te maken. Nou, wat is dat dan, die wetenschappelijke revolutie? Dat was een periode waarin een groot aantal uitvindingen en ontdekkingen werden gedaan. Dat was een gevolg van systematische beoefening van onderzoek. En dat klinkt misschien een beetje abstract, maar het komt er dus op neer dat wetenschappers, onderzoekers, uitvinders steeds meer op een vaste manier systematisch dus hun onderzoek gingen doen. En er waren eigenlijk drie belangrijke componenten. De eerste was observeren. En je ging dus niet meer in de boeken kijken wat er stond geschreven, maar je ging gewoon zelf kijken wat er gebeurde. Dus bijvoorbeeld zelf met een telescoop naar de sterren en naar de planeten kijken. Of zelf een menselijk lichaam opensnijden om eens te kijken wat er eigenlijk al in zo'n lichaam zat en wat er allemaal mee gebeurde. Tweede component was experimenteren, proeven doen. Allerlei zaken uh, proberen uit te vinden door middel van het doen van proeven, door middel van experimenteren. En derde belangrijke component was redeneren: hè. logisch redeneren van oké, okay, ik heb dit gezien, of uh, bij deze proef is er iedere keer dit uitgekomen, wat betekent dat nu eigenlijk? Dus deze drie samen, die vormden eigenlijk uh, die systematische beoefening die leidde tot uh, de wetenschappelijke revolutie hè, en tot dat grote aantal uitvindingen en ontdekkingen. Nou, wat waren nu de oorzaken van die wetenschappelijke revolutie? Uh, dat waren er een aantal. Uh, ik zet ze even op een rijtje. De eerste waren de ontdekkingsreizen. Hè. Die waren in tijdvak 5 eigenlijk al begonnen met uh, die Europese expansie over zee. Nou, ja, en die gingen natuurlijk in tijdvak 6 en 7 gingen die vrolijk verder. En dat leidde tot een toename van kennis van de wereld voor de West-Europeanen. En ook de nijverheid, de ambachten speelden mee. Want er werden allerlei nieuwe uitvindingen gedaan. Zoals bijvoorbeeld de houtzaagmolen die we hier zien. En ja, dat leidde ertoe dat uh, mensen meer controle kregen over de natuur. Hè, want bij die molen kun je bijvoorbeeld uh, de windkracht beter inzetten. Maar uh, het zorgde er ook voor dat uh, die ambachtslieden dat die behoefte hadden aan uh, precieze meterapparatuur. Hè, want ze moesten allemaal steeds preciezer wilden ze het graag gaan doen. Nou ja, en die vraag die leidde dus ook weer tot uh, dat wetenschappers erover na gingen denken. En de humanistische tekstanalyse was ook een belangrijke oorzaak. Die humanisten hadden we al gezien in tijdvak 5 ook weer. He, dus dat waren die gasten die uh, kritisch gingen kijken naar die teksten van die oude Grieken en Romeinen. Zoals we hier bijvoorbeeld die oude Griekse filosofen zien staan. Nou, en dat leidde eigenlijk ertoe dat ze nog eens goed naar die Griekse en die Romeinse kennis en kunde gingen kijken. En dat ze daarop verder gingen bouwen. En twee andere belangrijke oorzaken van die wetenschappelijke revolutie. die hebben te maken met twee personen. De eerste daarvan is René Descartes. En uh, hij was een aanhanger van het rationalisme. En het rationalisme, dat wil zeggen dat je nieuwe kennis vooral opdoet. door het gebruik van de reden, door het gebruik van je verstand, hè, door erover te redeneren, goed na te denken. Nee, en dat leidde ertoe dat er een toename was van het logisch redeneren. Want veel mensen die volgden Descartes erin. Maar er was ook een stroming van geleerden die zei van nee, het gaat niet, uh, nieuwe kennis doe niet op door gebruik van de reden, maar doe je op een andere manier. Door middel van empirisme. En John Locke was daar een groot voorstander van. En empirisme wil juist zeggen dat je nieuwe kennis opdoet door waarneming en ervaring. Nou, en dat leidt dus weer tot een toename van het observeren en het experimenteren. En je ziet hier dus dat uit die ideeën van Descartes en van Locke dat daar die drie componenten van die wetenschappelijke revolutie uit voortkomen. Nou, die wetenschappelijke revolutie leidt tot allerlei nieuwe ideeën en inzichten, daar gaan we in de volgende video op in. En uiteindelijk zal dat ook de verlichting op gang brengen.